Minister Riyad Noor-Mohamed van Openbare Werken heeft vanmorgen de inhoud van rapporten die bij de Centraal Lands Accountantsdienst CLAT en de procureur-generaal waren ingediend, gedeeld met de media. Door het ministerie zijn er onregelmatigheden geconstateerd op verschillende afdelingen. Het onderzoek is gestart op de afdeling vuilophaal. De minister benadrukt dat mensen niet ervan uit moeten gaan dat de CLAT de politie is. Dus wat het eerste onderzoek betreft vuilophaal gaan wij het CLAT vragen om een aantal jaren te doen en niet meer 6 maanden. Kijken wat is er de afgelopen jaren gebeurd, laat ze ons daarover vertellen. En wat de projecten betreft gaan wij vragen aan het CLAT om vooral de procedures te checken, want daar gaat het om. We hebben een voorstel gedaan, we hebben 2 pagina's met wat adviezen gestuurd naar het CLAT van check even de type aanbesteding, dat is ook iets waar men veel over heeft verklaard. De aannemers, de bedragen, de adviezen. Check de gunningsprocedure voor ons. Check het bestek. De overeenkomsten. Je weet, sommige mensen hebben in dollars overeenkomsten. Mag dat wel? Waarom heeft niet iedereen de gelegenheid gehad? Laten we de directievoeringsrapporten ook checken. Zo hebben we wat voorstellen gedaan, maar we laten het over aan de CLAT. We hebben ook gewoon een analyse gemaakt van de projecten. We hebben projecten van 10.000, 10 miljoen, 50 miljoen, 100 miljoen SAD. Het zal te veel worden voor het CLAT. Dus we hebben gezegd, laten we misschien de projecten met een bedrag hoger dan 2 miljoen selecteren en die laten screenen. De minister heeft aan de PG gevraagd een onderzoek in te stellen waar de gloednieuwe aangekochte bussen zijn. Er is namelijk een lijst van bijkans 50 bussen die door openbare werken zijn gekocht. Ik heb de overeenkomst gevonden. Het zijn wel bussen die door de staat zijn gekocht, maar verdeeld zijn, naar mijn bescheiden mening, niet altijd op een correcte manier. Wat wij vragen aan de PG is om na te gaan waar de rest van de bussen zijn. Zijn ze legaal of illegaal? Er zijn bussen waar ze gewoon zonder overeenkomst zijn afgegeven door gewezen politici. Toch? Laten we weten wat is gebeurd. Had die gewezen politicus het recht om dit te doen met staatsmiddelen? Toch? Die vragen wil ik beantwoord hebben. Hadden gewezen politici dit mogen doen? Waarom? Ik heb hier een foto van een bus aan een sportvereniging. Ik heb nooit een advertentie gelezen in de krant dat andere sportverenigingen mochten meedoen. Het is wel aan 1 sportvereniging gegeven. Een bus geef je aan een sportvereniging die alleen van 5 tot 6 voetbalt. Wie houdt u voor de gek? Minister Riyad Noor-Mohamed van Openbare Werken.